We hebben in het ESPIR-traject een oplossing gemaakt om mensen langdurig in beweging te krijgen en te houden. Mensen in een rolstoel, maar ook ouderen. Die oplossing die bestaat uit een sensorhorloge. Dat meet eigenlijk de hele dag je activiteiten. En als je hem binnen gebruikt, kun je hem ook gebruiken om oefeningen mee te doen. En het bestaat uit een spelletje. Een spelletje wat je op een telefoon speelt. En hoe meer jij beweegt met je sensorhorloge, hoe makkelijker jij het spel kunt spelen. En daarnaast, voor de mensen die niet van spelletjes houden, hebben we een oplossing gemaakt waarmee mensen automatisch gecoacht worden meer te gaan bewegen. Dus daar zitten grafieken bij, zodat ze ook een wat langduriger inzicht kunnen krijgen in hun beweeggedrag. We hebben deze oplossing uitgebreid getest met potentiële gebruikers bij Rijndam Revalidatie en bij Bliksembos. Daar kwam eigenlijk naar voren dat mensen dit soort oplossingen zeer waarschijnlijk niet zelf zullen kopen. Maar in de samenwerking met dat soort revalidatieinstellingen zien we dat we dit soort oplossingen wel goed naar de markt kunnen brengen. En daarnaast zijn we ook aan het kijken om samen met bedrijven die al beter in de markt zitten, hoe we dit soort oplossingen verder kunnen vercommercialiseren.